De overheid heeft deze macht niet over ons. Dus we roepen iedereen op om mee te doen aan die demonstratie. Want dit is een viering van de vrijheid. Ik wil nog even in het bijzonder de politie bedanken. Dat ze hebben gesnapt dat we niet komen om te rellen. En dat ze met ons zijn. En dat ze het heel erg netjes houden. Dus probeer ook niet te provoceren. Daar gaat vandaag niet over. We hebben alle tijd, mensen. Alle bloemen die worden neergelegd. Alle vlaggen die half stok hangen. Hoi. Ja, hoi Willem, hoi, Engel. Ja. Waar staan we hier? Leg het maar uit. Nou, ik heb begrepen dat dit de Eerste Kamer is en dat hier ergens ook de Tweede Kamer is. Dus hier zetelt de regering. Ja, dat torentje is van Rutte. Dat is dan het torentje, zeg maar. Ah. Dat doen daar. Nou, dan moeten we even zwaaien. Ja. Oké, we staan hier om een petitie in te leveren. Maar normaal gesproken doe je dat dus daar ergens. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk een rare situatie met de coronamaatregelen. Hallo. Goedemiddag allemaal. Meneer Engel, van harte welkom. U gaat ons zometeen een petitie aanbieden. Nee tegen de spoedwet. Oké, dus ik weet het niet, 2 uur geleden spreek ik jou via de Zoom en zeg je, nou, we hebben gewonnen en vanavond is er geen avondklok. En nu staan we voor het Paleis van Justitie. Wat gaan we doen? Nou, de feiten die je net opnoemt zijn nog steeds correct. We hebben gewonnen en vanavond is er geen avondklok. Alleen, ja, zoals wel vaker deze crisis laat het regime zich van zijn slechtste kant zien. En kennelijk is het opeens mogelijk om binnen een paar uur een spoedappel te krijgen. Iets waarvoor wij al maanden aan het wachten zijn over de PCR-zaak. Dus dit, ja, wat kan je nog over zeggen? Ik vind het een beetje een vreemde gang van zaken. Vreemde gang van zaken? Ja, dat er eerst zoveel haast was en nu is er alle tijd. Maar wilt u niet dat we grondig naar de zaak kijken? Dat wilde ik dinsdag al. Wat zegt u? Dat wilde ik dinsdag al, maar kennelijk is dit normaal. Dat zo vlug ging het dus natuurlijk. Dus ik denk toch, ik begrijp dat het niks is ideaal in deze wereld. Maar we proberen toch het zo goed mogelijk te doen. En we menen dat dit de meest verstandige keuze is. Dus wel snelheid, maar niet te snel. En we zijn een beetje bang als we vandaag gaan beslissen dat het te snel is. We willen het gewoon rustig kunnen afwegen. Dus dat was het dan. Jij stond vandaag voor de politierechter. Ja, mijn eerste vraag die ik net stelde... En... Doe ik hem nou nog een keer. Is dit de eerste keer in jouw carrière als activist dat je voor de politierechter stond? Ja, dit is de eerste keer. Het ging net wat anders dan normaal. Want nu zit er dan een soort rechter, of in ieder geval waar normaal de rechter zit, zit nu de officier van justitie. En ja, voor het gevoel is het ook anders. Nu sta ik terecht en zou er... theoretisch gezien kan ik een gevangenisstraf daarvan krijgen. Ja, van ten hoogste 5 jaar of een flinke geldboete. Ik heb het ook opgezocht. Want ik heb toestemming gegeven om het op te nemen en we wilden het streamen. Ik heb aan de rechtbank gevraagd of ik mocht filmen. Ze zeiden, nou ja, jammer joh, de NOS is er al en we gaan niet meerdere cameraploegen doen. Toen zei ik, ja, maar ik wil ook streamen. Nou, dat gaan we sowieso niet doen bij dit soort zaken. Oké, maar ik mag wel de beelden van de NOS live zien en ik had ze ook live kunnen uitzenden als ik dat had gewild. Dus de rechtbank weet zelf ook nog niet precies wat ze hier nou mee aan willen. Maar de beelden komen dus online in ieder geval. Hier is een klein stukje alvast. Nog steeds. Ja. Meneer Engel, u bent verdacht in een strafzaak. Dat betekent dat u op verdere vragen geen antwoord hoeft te geven. Dat mag natuurlijk wel. Ik had gerekend op misschien 300-400 aangiftes. Nou, die hadden we al binnen 10 minuten te pakken. Dus er bleek een enorme animo om deze aangifte te ondertekenen. Dus 22.581 om precies te zijn. Ik vind het heel weinig, ja, voor iemand die zoveel ruimte krijgt in de media om modder te gooien.
Dus dat stemt mij blij, dat er zoveel Nederlanders nog een gezond verstand hebben. Nou, ik stoor me al wat langer aan het gedrag van Willem Engel, met name zijn uitlatingen. Dat is al ruim anderhalf jaar bezig. Ik denk dat Willem Engel op geen enkele manier een bijdrage levert aan de problemen die corona met zich meebrengt. Je kan mij niet betrappen op het dreigen, het gebruiken van scheldwoorden, het intimideren, etc. Ik ben heel scherp, maar ik ga nooit over die grens van het fatsoen heen. De aangifte heeft vier pijlers. Opruiming, oplichting, het verspreiden van medische desinformatie en het uitingen met een terroristisch oogmerk. Ik moet er een beetje om glimlachen. Ik denk dat elke jurist kan zien dat dit geen enkele juridische grondslag heeft. Ik hoop dat hier heel scherp naar gekeken wordt en dat meneer Willem Engel een toontje lager moet zingen. Kom in opstand. Ik hoop dat we zo'n momentum creëren dat de rechter en de minister-president zoveel druk uit de bevolking voelen dat ze eieren voor hun geld kiezen en snel keren, want anders gaat het een burgeroorlog worden. Ja, meneer Dikkeboom, u als burger wint zich enorm op over Willem Engel. Ja, buitengewoon. Buitengewoon. Waar beticht u hem van? Kunt u dat kernachtig aan ons uitleggen? Ja, nou, er zijn in de aangifte zelf zijn vier pijlers. Dat is opruiming, dat is het verspreiden van medische, met name desinformatie. Het zijn uitingen met een terroristisch oogmerk en oplichting. Stelselmatig verspreiden van medische desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het oproepen tot knuffelen en ander lichamelijk contact, etc. is bovendien aan te merken als opruiing. Namelijk het oproepen tot het plegen van poging tot zware mishandeling. Ja, moet ik hier nog serieus op reageren? Ja, graag. Nou, dan ga ik toch eventjes... Ik wil dat je heel serieus hierop reageert. Maar dit geeft misschien wel aan welke onderliggende trauma's er bij Norbert aanwezig zijn. En dan word ik... Nee, dat maak je persoonlijk. Ik wil dat je op het inhoud. Oké, dus als je denkt dat knuffelen een daad is die af te dwingen is, dan heb je echt een heel erg verkeerd beeld van knuffelen. Knuffelen is per definitie met wederzijds goedkeuren. Je komt in elkaars nabijheid omdat je het allebei wil. En dit is de ultieme vorm van zelfbeschikking en van naastenliefde. Er is niks lievers dan dat. Oké, hier is de kern. Volgens mij interpreteer jij dit anders dan Dikkeboom. Dus ga ik even Dikkeboom interpreteren. Ja. En nogmaals, Norbert, je bent welkom om het beter te uit te leggen. Als je oproept tot knuffelen met wederzijds instemming en ander lichamelijk contact, dan is dat in zichzelf zware mishandeling. Want gewoon menselijk contact, knuffelen en andere intimiteit en zo, is aan te merken als mishandeling. Want we zitten nu in een situatie dat je echt anderhalf meter moet afstand houden van elkaar. Doe je dat niet, dan mishandel je de ander. Nou, zo lees ik het. Ja, ik wil het omdraaien. Die anderhalve meter is mishandeling. Dat kan je opzoeken in allerlei wetenschappelijke verslagen. Het is 14 januari 2022. Ik lees een berichtje van Willem Engel. Die zegt dat hij een poeierbrief thuis heeft ontvangen. En dat daar een forensisch team via de politie bij hem is geweest om dat te onderzoeken en dat daar dan bakmeel in zat. Maar de vraag is of dat allemaal echt is of verzonnen is door Engel. Op de website politie.nl/contact vind je de mediadesk van Rotterdam. Hallo, met Rico Brouwer. Ik ben journalist voor Podcars en ik check een verhaal na dat gaat over Willem Engel. Kan ik die vraag aan u stellen? Ik weet niet wat u wil weten. Nou, wat Engel doet, zij zegt op zijn Facebook dat hij een poederbrief heeft ontvangen en dat forensisch is onderzocht in overleg met de politie uiteraard. En daar zat dan bakmail in. Maar in ieder geval op internet krijgt hij veel reacties op van mensen die zeggen het is een broodje aap. Nou, ik heb Engel gebeld en hij zegt het is echt. Maar ja, dat is dan zijn woord tegen... Dus mijn vraag aan de politie is, is er inderdaad een poederbrief onderzocht bij Engel? Kunt u dat bevestigen? Ja. Dat kan ik bevestigen, dat klopt. Oké, nou dat is eigenlijk alles wat ik wilde weten. Oké. Nou ja, we nemen dat ook echt wel serieus en we kijken de mogelijkheden of we verder onderzoek ook kunnen doen. Hoi, lieve mensen. Dank jullie wel voor al jullie steunbetuigingen en mooie berichtjes. Het gaat relatief goed met mij, ondanks de isolatie. Ik ben veel aan het lezen en aan het denken. Dansen is er zelf te klein voor. Personeel is vriendelijk. Contact met medegevangenen is verboden tijdens de quarantaine. Want ik zit nu al 7 dagen in afzondering, in isolatie. Maar ondertussen wel steun in het eten en drinken dat zij doneren. Dus er is een grote saamhorigheid. De bewakers en gevangenen zijn heel vriendelijk. Iedereen snapt wat er eigenlijk aan de hand is. Ik ben niet de eerste politieke gevangene. Bijna vereerd treed ik nu in de voetsporen van Nelson Mandela, een van mijn voorbeelden, die ook tegen discriminatie en apartheid voelt. Ergens wist ik misschien wel dat dit zou gebeuren.
niet door mijn right to shock and offend, zoals het wordt vermeld in EVRM artikel 10, maar door de zekerheid van een dictatuur. Blijf die berichtjes sturen, doet me heel veel goed. Ik hoop jullie snel weer te zien. Tot snel. Hi, lieve mensen. Hier even een bericht uit de penitentiaire inrichting uit Hoogvliet. Super, super fijn dat jullie zoveel berichtjes hebben gestuurd en briefkaarten. De postkamer kan het niet aan. Dus we hebben al een kleine overwinning geboekt. Het zijn echt duizenden berichten. En het afdelingshoofd die kwam vragen van hoe we dit moesten oplossen. Dus heel mooi dat jullie dat hebben gedaan. Ik geniet er ook heel erg van al die mooie, lieve berichten. De meeste medegedetineerden zijn hartstikke aardig voor me. Iedereen snapt wat er aan de hand is. Ik word als een held ontvangen. En ook de bewakers. De meeste zijn gewoon hartstikke wakker. Snap wat er aan de hand is. Zijn niet geprikt. Willen geen mondkapje dragen. Dus dat geeft de burger moed. En ook de agent die me heeft aangehouden op woensdag vorige week. Zijn laatste woorden waren: hartstikke goed dat je dit doet. En ik hoop dat je ermee doorgaat. En dat zijn ook eigenlijk mijn woorden tegenover jullie. Ik vind het hartstikke goed wat jullie doen en ik hoop dat jullie ermee doorgaan. Wij gaan er sowieso mee door. Dinsdag is de hoorzitting over de verlenging van het voorarrest. En woensdag is dan de rechtszaak van 10 oktober 2020. Miraculeus is het vonnis van de zaak van 21 juni opeens een maand opgeschoven. Dus we zien grote paniek bij het OM om deze zaak rond te krijgen. En onze inschatting is dat het niet lukt. Dat betekent niet dat ik direct vrijkom, maar betekent wel is dat we ze hebben waar we ze willen hebben. Dus wat ik van jullie vraag is: blijf je uitspreken, blijf in liefde. Dit gaat goed komen. Tot snel. Nou, welkom in Popcast voor de rechtbank in Rotterdam. Was ik nog niet eerder geweest met Doreen. Hoi Doreen. Hoi Nico. Nou, vertel maar, wat doe jij hier voor de rechtbank in Rotterdam? Nou ja, ik probeerde even een glimps op te kunnen vangen van mijn vent. Maar hij werd achter gesloten deuren gehouden. Dus dat ging helaas niet. Maar ik heb even gewacht en even de advocaat gesproken over hoe het is gegaan. En morgen horen we meer. Ja, morgen horen we meer. Dus vandaag is er geen uitspraak. Het ging er hier vandaag over. Willem zit nu 2 weken in de gevangenis. Mogen ze dat verlengen? Met 90 dagen. Met maximaal 90 dagen. Zonder veroordeling, ja of nee. Die uitspraak krijg je pas morgen. Ja. Dus vanavond is hij niet thuis? Nee, helaas niet, nee. Onder voorwaarden, maar... Ja, onder voorwaarden van monddood. Je mag niks zeggen en dan hoef je niet fysiek in de gevangenis te zijn. Ja, als je bek houdt mag je eruit. Ja. Net als huigplug. Goedemiddag, meneer Engel. Nou, het lijkt alsof we bij een voorstelling zijn, meneer Engel. Goed. Uw Australia. Nee, ik ga eerst even met u bespreken. Er staat een camera achter u. Ja. Daar weet u van waarschijnlijk, neem ik aan. Ja. En u geeft toestemming voor opnames van beeld en geluid. Correct. Waar het OM zich in mijn ogen van bedient, is zoveel mogelijk schade berokkenen voordat de rechter zich erover kan uitspreken. Want er wordt nu gezegd opruiming, maar er zijn meerdere artikelen opruiming. Dus ik wil graag weten van het OM, welk artikel hebben we het dan over nu? Dan gaan we dingen inhoudelijk en dat is op een ander moment. Nou, maar dat is toch de telastenlegging, want ook de telastenlegging van de WOM is veranderd. Daar staat gewoon een artikel, hè? Welk artikel is dat? Artikel 131. Dat is vreemd, want ik ben voor 132 aangehouden. En dit is precies wat ik bedoelde, is later, na de aanhouding, is daar iets bijgepakt en bijverzonnen. En dit is dus het vervalsen van bewijs. En daarom stel ik voor dat het OM deze zaak terugtrekt. Kijk, en dit is nu precies waarom ik ga beslissen dat de zaak naar de meervoudige kamer verwezen moet worden. En dit heeft ook een beetje wel met maatschappelijke discussie te maken, meneer Ruperti. Dus dit is nu... hier kunnen we direct nu constateren dat dus de aanhouding op 132 is gebeurd en dat er nu zonder het mede te delen opeens de telastenlegging veranderd is? Ook dat, en dan moet u dan ook nog maar eens een keer de wetboeken op nakijken, kan. Maar misschien moet u dat maar met meneer Ruperti bespreken. Ik betwijfel het. Voor vandaag gaan wij hier de zaak... gaan we er een punt achter zetten. Okay. We gaan de zaak verwijzen naar de meervoudige kamer. Mag ik nog wat zeggen?
U wilt ook nog wat zeggen? Ja. Als het maar niet hetzelfde is als uw advocaat, want dat is niet nodig, want dan hebben we het al gehoord. Nee, ik wil het OM een voorstel doen om deze zaak in te trekken. Dat kan niet meer. Oké. Okay. Dan moet u echt rechten gaan studeren. Met oud-advocaat Frank Stademan voor het Paleis van Justitie in Den Haag. Je was net in de zaak met Willem Engel. Ja. En ik vroeg jou binnen, wil je wat zeggen? Ja, één ding wil ik hier zeker wel over zeggen. Ja, ik wil wel één ding zeggen. Niet inhoudelijk over de zaak, want daar heb ik te weinig zicht op. Maar ik vond de wijze waarop de politierechter Willem bejegende, toen hij een bepaalde vraag stelde, vond ik geen niveau hebben. Dat getuigde van een arrogantie, van een dédain. Want wat zei ze toen Willem een opmerking maakte? Ja, dat kan niet. Dan moet u maar rechter gaan studeren. Nou, zo ga je als rechter niet om met een verdachte. Ik vond dat blijkgeven van zitten in een ivoren toren en totaal gebrek aan respect. Er ontstond een debat over de vraag of de politierechter die zaak wel of niet zelf zou kunnen afdoen. Eerlijk gezegd, ik vond het onzin argumenten. Die politierechter kan natuurlijk wel die zaak zelf afdoen. Maar ze zal wel haar argumenten hebben. Ik denk dat ze niet durfde. Dat ze het dan in de eentje niet durfde. Dank je wel. Graag gedaan, Rico. There he is! Zijn mening valt slecht bij de overheid. Zijn mening valt slecht bij de overheid. Vrijheid. Vrijheid. Ik ben blij dat je begrijpt, man. Ja, er klopt niks van, dat is nepnieuws. Welkom in Podcast, alleen op locatie. In de studio van Willem en met Willem. Kijk, dan komt hij in mijn beeld. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Zo. Hi. Welkom. Dankjewel. Ik ga jou interviewen. Eerste vraag. Ben jij net zo vrij nu als ik? Bijna net zo vrij. We hebben volgende week nog een hoger beroep. Of een beroep tegen die gevangenhouding. En als die eraf is, dan ben ik weer net zo vrij. Mag je zeggen wat je wil zeggen? Of ligt er een beperking op wat je kan zeggen tegen mij? Nee, er liggen geen beperkingen op. Maar ik lig wel onder een vergrootglas. Oké. Okay, nou, dan welkom terug. Ik wil met jou praten over de afgelopen paar dagen. Want wat vooraf ging, mensen weten dat. Maar samengevat, je werd opgepakt ineens van opruiing. En dan dacht je, wacht eens eventjes, daar heb ik een rechtszaak over. Dat hoef je niks voor te doen. Dat gaat dan vanzelf goed. Nee, maar dit was een andere zaak voor opruiing of zo. En, ja, heel bijzonder. Ja, ik was oprecht verbaasd. Ik snapte niet wat er gebeurde. En toen ik op het bureau kwam, toen werd het me duidelijk, dit gaat over de aangifte van... Ik zag je en je was wel verbaasd, maar je weet ook dat dit in de lucht hangt of zo. In die zin zag het er niet oprecht verbaasd uit. Je had wel zoiets, er is geen aanleiding. Wat is dan de aanleiding van dit of zo? Nou, laat ik dan zo zeggen, ik was verbaasd dat het OM dit heeft aangedurfd. Ja. Met zo'n zwakke zaak, er zo hoog van de toren blazen. En tot twee keer toe, bleek uiteindelijk. Die verbazing was wel oprecht, hoor. Jeroen, ik word nu opgepakt. Ik word van de snelweg getrokken door twee busjes. Goedendag, mevrouw. Hoi, goeiedag, meneer. De auto uitzet, alsjeblieft. De auto uitzetten? Wil je even legitimeren? Wat zei je? Wil je legitimeren? Ja, ik wil even wat nu vragen. Ja? Ik ben bij deze aangehouden. Waarvoor? Overtreden van schorsende voorwaarden. Dat kan niet, dat heb ik niet gedaan. Bij deze? Allemaal even wel. Willen jullie hier wel even leggen? Dit is wederom een overtreding van de politie. Ik heb het lijstje wordt aardig groot. Zet me niet. Dus het inzetten van handen. Nee, heeft u nog iets van wapens of scherpe voorwerpen? Nee, natuurlijk niet. Tot ziens. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer. Mijn gast is Willem Engel. Thuis. Lekker hè, Willem? Vrij, gewoon. Nog steeds. Al 2 weken nu. Nou. Hey, je was in Den Haag vandaag. Op jouw initiatief, je beroep aangetekend. Wil je verslag doen? Hoe ging het vandaag? Ja, nou, het was weer heel kort. Weer inderdaad een meervoudige kamer. Dat is denk ik standaard tegenwoordig met elke zaak die met mij te maken heeft. Het geeft in ieder geval aan dat, in de hoge beroepszaak moet het sowieso. Maar het geeft in ieder geval aan dat de rechtspraak zorgvuldig wil zijn.
En dat ze denk ik ook wel aanvoelen van, oh, het OM heeft de scheve schaats geschaatst. Wij willen niet betrokken worden bij het misbruik van bevoegdheden. Het misbruik van, of eigenlijk misdrijven plegen en misstanden veroorzaken. Dat werd duidelijk. Vandaag ook weer een andere officier van justitie. Elke zitting is het een andere. We hebben nog geen enkele zitting dezelfde gehad. Dus het wordt ook een beetje, deze zaak wordt ook een beetje rondgespeeld. De zitting was overigens vriendelijk. Er is geen onvertogen woord gevallen. De rechter had ze goed ingelezen. Ze begon eigenlijk door de eerste vordering van Michael Ruperti samen te vatten. Dus die we al in de eerste raadkamer hebben ingediend. De officier van justitie had eigenlijk niks toe te voegen. Het bleef alleen bij zijn standpunt dat er ernstige bezwaren waren. En dat daarom die 90 dagen voor arrest werden geëist. Op basis van ja, wat zij dan zeiden, recidieve grond. Het is 20 juni 2022. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer. De gast is Willem Engel. Stond vandaag weer voor de rechter. Althans in een regiezitting. Een hele vriendelijke rechter eigenlijk wel. Amicaal bijna. Podcast zijn gesprekken met een... zie je dat? Ik heb een cameraatje hierboven. Moet ik hem wel laten zien. Kaars. Daar is mijn gast Willem. Hallo. Hi. Dankjewel voor het uitnodigen. Ja, we hadden weer een zitting. Ook die strafzaken beginnen te wennen. En ik ben bang dat we nog een aantal zittingen nodig zullen hebben voordat er uitsluitsel of een oordeel komt uit deze strafzaken. Maar je was wel een beetje in de aanval, een beetje in de Willem Engel-modus van wacht even, dit is onze rechtszaak. Maar jij werd ter verantwoording geroepen. Het is niet op jouw initiatief dit vandaag. Nee, dat was er natuurlijk anders aan. Ik word aangeklaagd door het OM. En daar zitten heel veel haken en ogen aan. Dus de zaak van vandaag ging voornamelijk ook over de ontvankelijkheid van het OM. En helaas heeft de rechter het OM voorlopig, dat heeft hij er wel bij gezegd, ontvankelijk verklaard. Op basis van wat wij hebben aangebracht vandaag en de stukken die er waren. Heeft hij nog niet gezien de drie gronden die werden aangehaald. Vrijheid van meningsuiting en het verspelen van het recht van vervolging en het schenden van het opportuniteitsbeginsel. Dat waren de drie inhoudelijke verweren op de ontvankelijkheid. Maar ik zie daar een aansporing in om het volgende keer nog veel strakker te onderbouwen. En echt toe te spitsen op deze drie argumenten. Dus dat wordt vervolgd, dat gedeelte. Ga je bij de inhoudelijke behandeling dan opnieuw ontvankelijkheid betogen? Absoluut. Ik ben geen rechtenstudent en ik ben onderhand wel handig geworden omdat ik al die rechtszaken film. Maar Ruperti, jouw advocaat, is in een vorige betrekking ook officier van justitie geweest. Daar refereert hij ook aan en hij zegt, jongens, ik weet hoe die hazen lopen. Zo'n zaak is gewoon besproken op hoger niveau. En ik heb een hoop van jouw zaken gezien. Niet eerder heb je zo expliciet kunnen maken dat er coördinatie moet zijn geweest. En niet alleen tussen de openbaar ministerie in verschillende steden, maar ook door de NCTV, de AIVD en andere instanties. Dat heb je behoorlijk, ja. Dat heb je knap gedaan. Dus ik daag iedereen uit, alle rechtsstudenten uit, kijk naar die rechtszaak. En ik daag trouwens meneer Dikkenboom uit om hier hoor en wederhoor te doen. Experts op jouw vakgebied, op hun vakgebied, virologen, om uit te leggen wat daar nou mis is aan wat Engel zegt met natuurlijke immuniteit. Ik zie ze graag. Ja, dat is misschien nog een laatste dat ik wil zeggen. Ja. Het Openbaar Ministerie die kwam ook met een zeer algemeen verwijt van ja, hij zet mensen aan tot het niet volgen van de maatregelen. En denk van ja, maar dan zijn we weer bij zoiets vaags uitgekomen. Specifiek, welke uiting zet ik tot wat aan? En dit soort, ja, en daarom kwam ik alsmaar weer terug bij dat problematisch gedrag en de taskforce die dat dan managed. Maar ja, je kan het niet met me eens zijn, maar de wet hoort zo te werken dat je niet strafbaar bent als je geen wet overtreedt. Hè? Dat is de kern ongeveer van de rechtspraak. En daar gaat het hier ook over. Er wordt heel veel gegooid. En er wordt eigenlijk gehoopt of gebedeld bij de rechter van, nou ja, er is zoveel mis. Hij verdient toch wel straf. We kunnen wel niet precies duiden waarom die straf verdient, maar we vinden hem helemaal niet aardig. Nou, ik denk dat ze goed geduid hebben waarom jij straf verdient. Namelijk, jij bent kritisch op maatregelen vanuit onze overheid.
En dat wordt niet gewaardeerd. En dat wordt onder het mom van opruiing wordt geprobeerd dat strafbaar te maken. Om kritisch te zijn op wat meneer Rutte en de jongen destijds deden. En misschien zijn we al zover in Nederland, dat gaan we zien. Maar mijn indruk is dus dat de koers is van het Openbaar Ministerie. Goed, ik pak even uw dossier erbij, meneer Engel. Ik moet met u uw personalia doornemen, staat zo in de wet. Maar ik herken u wel. Ja, nou, ik hoop dat dat positief is. Zeker, zeker. Nee, ik vind het ook leuk om u te ontmoeten. Ja. Misschien niet helemaal de setting, maar toch wel, ja. Ik hoop dat we er een mooi debat van kunnen maken vandaag. Een debat? Ja. Nou, daar ben ik altijd voor in. Nee, Willem Engel bent u, hè? Ja. Eén voorbeeld. Onkruid verdelgen, zegt de heer Dikkeboom, bijvoorbeeld, over cliënt, in het publieke debat. Nou, opruiing is een delict wat zich bij uitstek leent voor politieke vervolgingen. Dus als er al een vervolging zou komen, dan mag je verwachten dat dat voor opruiing is. Nou, het is zo, kijk, als jij in een situatie als deze zit en je beschikt niet over een leger, moet je niet aan geweld gaan beginnen. Ja, wij hebben de lunch gebruikt om nog eens even terug te kijken op Bananasplit. En we kwamen tot de leukste was met Søren Lerby en de telefooncel. Oh ja, die was het, ja. We hebben een tekort aan juristen. Ja, die zitten allemaal bij ons. Ja. Mag ik heel even onderbreken? Want ik wil heel kort. Ik zie dat er nog een camera is die heen en weer draait. Ja, weet u, kunnen we heel even overleg voeren? Wat ik niet begrijp, en dat is mijn vraag aan jou. Hier zit een verdachte voor een groep rechters. En de verdachte zegt, ik voel me bedreigd met die gast achter me. Ik weet dat hij in de zaal is, dat vind ik niet fijn. Waarom wordt dat voorgelegd aan het Openbaar Ministerie? Dat is een hele goede vraag en dat laat ook de verstrengeling zien. Dikkeboom doet dingen in opdracht van het OM. Het is vrij intimiderend, je zit geïsoleerd. En je hebt 6 mensen tegenover je, allemaal in toga's. In ieder geval... 5 daarvan zijn vragen aan het stellen. En het komt als een spervuur op je af. En die zijn allemaal vragen aan het stellen. Een bepaalde blik naar elkaar aan het werpen. En aantekeningen aan het maken. En ik heb zoiets, maar ik mag dat toch ook. Ik word hier beschuldigd, hè? Ik geef u alle ruimte. Al 3 dagen lang geef ik u alle ruimte. En ik maak 1 opmerking en u doet dit. Ik vind het beneden alle pijl. Serieus. Had ik niet verwacht. Ik onderbreek de behandeling, we gaan zo verder. Oké, als mensen dit gaan terugzien, en voor mij in de montage, het komt hier achteraan en het wordt een lange zit waarschijnlijk. Wat is het allerbelangrijkste fragment? Dan komt dat nu. Het allerbelangrijkste fragment gaat eigenlijk over dat 23 maart 2022, waar je heel duidelijk ziet dat meerdere overheidsdiensten samenspannen. Dus het is niet een complottheorie, dit is een ouderwetse samenzwering. Op 23 maart wordt mijn VOG afgewezen. Dat concept werd gedeeld met Justus. De minister vraagt om geheimhouding. Waarom is er een reden verzonnen van een lopend onderzoek dat ze daarom de conceptdagvaarding niet mochten delen? Natuurlijk mochten ze die delen. Die was al uitgebracht op 10 februari 2021. Maar op 23 maart is er ook een vonnis van de bodemrechter over de demonstraties van 21 en 28 juni. De bodemprocedure zou op 20 april zou daarop gevonnisd worden. En die wordt teruggehaald naar 23 maart. Was er contact met de rechter? Waarom wordt er op 23 maart een schikking aangeboden aan mijn aanvaller? Waarom wordt er op 23 maart een CEPO geschreven aangaande mijn aangifte tegen het OM? Ik hoop dat deze zaak eerder... Ik ben wel de kok, dat zei ik. Juist, juist. Dit werd er gekookt. Ja, precies een maand geleden stond hij voor de strafrechter. En dan over een maand is als het goed is de uitspraak in zijn zaak. Ik denk, daar even bij praten. Kijken hoe het gaat. Hallo Willem. Hi Rico. Hoe is fijn het? Dat je even tijd kon vrijmaken van je kerstboom. Ja. Om strafzaken te bespreken. Ja, we zitten halverwege de wachtperiode, zullen we maar zeggen. Ja. Dan gaan we daar nog meer over vertellen. Ja, precies een maand geleden, op 21 november, was de laatste zitting. Ja, de voorlopig laatste zitting, moeten we zeggen, want daar gaat het vandaag over. Ja, nou dan weet ik niet meer precies wat die rechter zei. Die wilde uitspraak doen rond deze tijd. En jij zegt, ja, dan zit ik nog op vakantie. Nou, je zit duidelijk toch op vakantie. Maar ja, die rechters gingen ook op vakantie. Dus de komende weken gaan ze niet echt heel veel meer doen. En dan op 9 januari wordt het onderzoek gesloten.
Dus ik veronderstel dat ze dan de afgelopen maand nog iets aan onderzoek hebben gedaan als ze iets wilden doen. Kan je me vertellen, is er iets gebeurd afgelopen maand? Ja, er zijn heel wat dingen eigenlijk gebeurd. Dat, afgezien van dat wat er bij de zitting eigenlijk ter sprake kwam, heeft ons erop gewezen dat we zelf nog eens eventjes al het bewijs moesten nalopen. Toen hebben we nog meer fabrikage gevonden van wat we al hadden gevonden. Maar daarnaast zijn er drie WOP-documenten boven tafel gekomen, of drie tranches. 1 op 1 december en 2 op 8 december. En daar staat ook heel veel bewijs in dat ministers er persoonlijk bij betrokken zijn. Dat de NCTV er persoonlijk bij betrokken is. Of in ieder geval actief weekrapporten maakt over Willem Engel en viruswaarheid. Ja. En nog wat andere interessante details. Vandaag hebben wij een bevestiging gehad van ons vermoeden dat er intensief contact is geweest tussen Dikkeboom en het OM. Ja, dus eigenlijk alles wat we claimen en de onderbouwing van de onderzoeksvragen en het horen van getuigen zijn nu er nog eens bovenop gekomen. Om weer de beslissingen van de rechtbank. Eerst even over de ingediende, door u ingediende stukken, meneer Engel. Wij zullen het relevantiecriterium daarbij toepassen. Dus wij kijken, zijn die stukken nou relevant voor wat we de vragen die moeten beantwoorden, de vragen van 3850, allerlei vragen, 8 stuks. En wij vinden dat die stukken stuk voor stuk, de een wat meer dan de ander, relevant zijn voor die vragen. Dus we zullen ze toevoegen aan het dossier. Dan zullen we het onderzoek op de terechtzitting sluiten. Wij zullen de verzoeken die u heeft gedaan, verzoeken tot het toevoegen van nog ontbrekende stukken, het horen van getuigen, de ontvankelijkheid van het OM, belangrijk punt voor u, en die zullen we beslissen bij vonnis. Want wij vinden dat die samenhangen, die punten, en eigenlijk niet één voor één kunnen worden beantwoord en ze kunnen ook niet los van elkaar worden gezien. En op deze verzoek zal daarom, zoals we steeds hebben gezegd, worden beslist bij vonnis op 16 januari om 1 uur 's middags. Dat is volgende week om 1 uur in één van de zalen van deze rechtbank. Weet je wel welke? 35 waarschijnlijk. In die andere zaal. Er was nog één verzoek. Het verschoningsverzoek. We kunnen geen verzoeken meer behandelen. We hebben gezegd wat we hebben gezegd. Het onderzoek is gesloten. Ja. Ja, ik vind het heel vervelend. Maar dan zie ik mij genoodzaakt te wraken. Ja. En waarom? Ja, ik zal gelijk de... En u keek naar meneer Pols ook nog, hè? Ja, ja. Ja, we hadden natuurlijk al een beetje gekeken van wel, wat wordt er wel ingewilligd en wat wordt er niet ingewilligd. En dat zie ik ook. Maar waarom even? Ja. Even ja. Nee, het was echt, ik wilde per se niet wraken, maar met deze uitkomst, oké, de stukken werden dan toegelaten, maar wat heb ik eraan als de beslissing over de ontvankelijkheid, de beslissing over de getuigen, de beslissing over het dossier, de beslissing over de onderzoeksvragen, de beslissing over de verschoning, allemaal bij het vonnis komen. Dan is dat mosterd na de maaltijd en kan ik dat een keer in een hoger beroep. Saskia Belleman was vandaag ook aan het rapporteren op Twitter over deze zaak. En zij schreef dat ook bijna, dat gebeurt heel vaak, dat er... pas in het eindvonnis iets wordt gezegd over de ontvankelijkheid. Maar omdat dat in deze zaak juist zo belangrijk is, zou je verwachten dat er wel een tussenvonnis komt. Want anders, we weten al wat er gebeurt, dan komen de krantenkoppen. Willem Engel is veroordeeld. Dan ben je straks weer een jaar, twee jaar bezig. Dat is het. Ja. Dat bevestigt wat nu vaststaat. Ja. Dat gaat over die media. Ja. Het is een mediaproces. En in die zin, ja, het is een showproces. Ja. Het is evident dat er wordt gestuurd... He, met die berichten naar Jesilgus, de mediagevoelige aanhouding of mediagevoelige arrestatie. In de PV's van de BOB-dossiers van de politie staat gewoon buiten het oog van de media aanhouden. Ja. Het is evident wat de bedoeling hiervan is. Ja, het gaat om intimidatie, ook van andere mensen die zich hiermee, andere mensenrechtenactivisten die zich hiermee bezighouden. Absoluut. Want we weten gewoon dat dat straks als jurisprudentie gebruikt gaat worden in andere zaken. Ik heropen de zitting. Om gelijk met de deur in huis te vallen, meneer Engel, wij vinden de wraking niet gegrond. En ik ga u uitleggen waarom wij dat vinden. Het kan zijn dat de rechtbank u vrijspreekt, ook dat kan bij eindvonnis. Het kan zijn dat de rechtbank komt tot een veroordeling, al dan niet met een strafoplegging, ook dat kan bij eindvonnis. Maar het kan ook zijn dat de rechtbank na ampele overwegingen tot de conclusie komt dat er een tussenvonnis moet worden gewezen en dat in dat tussenvonnis
Ook komt te staan welke onderzoekshandelingen nog moeten worden verricht. De 17 januari 2023, ik kom net uit de wrakingszitting van Willem Engel. En ja, daar ben ik nu ook de gast. Dus dankjewel voor de gastvrijheid, zou ik maar zeggen. Vrij man nog. Ja, wraking. Misschien daarmee beginnen, maar je hebt ook nieuws, want je weet nu wanneer de uitspraak komt. Ja, in dezelfde zaal, aanstaande vrijdag, 20 januari om 10 uur. Top. Ja, sterker daarmee. Dankjewel. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. In every region now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.